Hallo mensen van het internet en welkom bij een nieuwe aflevering van Chaotisch Gameplay. Vandaag bij Chaotisch Gameplay speel ik Team Fortress 2. En heb ik met spontaan weer last van lag. Oh fuck. Dat ging weinig snel. Word ik net de match gekickt? We zullen het zien. Ja, dit gaat zeker niet goed komen. Oh, hey, ik ben dood gegaan. Door mijn lag. En nu gaat het wel goed met dit de connectie, zo te zien. En ik heb iemand opgeblazen. En vandaag speel ik op Nuxulus. En het is. En ik speel de modus Game King of the Hill. Het is de bedoeling dat ik met mijn team een centrale locatie, zoals je daar ziet, moet overnemen. Dat moet dus wel lukken. Hoop ik. Als mijn lag een beetje wegblijft vandaag, moet het wel lukken. En vandaag speel ik als soldier en ben ik dood. Ja, ik ben dood. En ik vind soldier een van de... Het is de makkelijkste klas om te spelen. En ik vind het ook een van de leukste klassen om te spelen. En ja, gewoon de taak van soldiers is gewoon alles opblazen met zijn raketwerper. Ja. Zo makkelijk is het. Oh, holy shit. Oh. Oh, voor de vijanden. Mission ends in 30 seconds. En zo te zien zijn we niet aan het winnen. Oh, er staat een grote dikke vette heavy erop. Die zijn moeilijk te doden. Of niet, je blaast ze gewoon op. Dat helpt meestal ook wel. Gewoon alles opblazen wat je ziet. Fuck it. Oh. En kom op, capture het. Nou, ze hebben toch nog gelukt op te capturen. Dat is een spy. Ik weet ze. Nee, het is geen spy. Dat is ook geen spy. Altijd spy checken. Oh. Nou ja, ik word gewoon opgeblazen. Dat was wel een spy. Dat was duidelijk te zien. We hebben een medic trouwens. Medic is best wel belangrijk in het team. Nee, we hebben geen medic. Oh, nou ja, maakt het uit. We hebben toch verloren. Alweer. En die gast pleegt zelfmoord. Fuck yeah. Zoals jullie misschien kunnen horen ben ik snipverkouden. Wat aardig vervelend is. Niet doen. Ik ga even checken of ik wel aan het opnemen ben. Ja, oké. Sorry, dat was even snel controleren of ik opnemen was, want gisteren was ik ook aan het opnemen. En toen was ik dus blijkbaar niet aan het opnemen. Ja. Het ging niet helemaal zoals gepland. En ik ben onthoofd. Dat was wel bruut. Dus als je onthoofd wordt in dit spel, dat je jezelf gewoon kan... Je hoofd rondvliegt, dat je gewoon alles kan zien. Je ziet gewoon je hoofd. Of je eigen lichaam nog, voordat je hoofd rondstuitert. Zou dit echt ook zo zijn? Ik weet wel dat als je in het echt onthoofd wordt, dat je dan dat je tong en je mond nog en je ogen enzovoort nog even bewegen. Dat is best wel brute shit. Oh, ik heb hem gehoond met mijn fucking potzaag. Oh, dubbel onage met mijn zaag. Fuck yeah. Oh, wegwezen. Ik ben momenteel aan het verliezen, wat aardig ruk is. Holy shit. Dat is een grote explosie. Ik moet even... Oh, gast. Die gast weer. Dat is een andere dude. Au. Oh, nu ben ik op het hoofd. Afknijpen. Bewerk 5 vijanden op een rij met je bottenzaag zonder dood te gaan of te missen. Nice. Gewoon mensen dood, zeker met een fucking botzaag. Hoe bot kan je zijn? Slechte grap is slecht. En ik vind medic ook best wel even een leuke klas om te spelen. Vooral omdat je lekker veel punten ervan krijgt. En overal fucking spies. Dat is wel kut. Kom op, vecht. Nice. Oh. Medic. Oh, ik ben zelf medic. Grapje.
Maar ook omdat de persoonlijkheid van de medic is gewoon geniaal. Hij is best wel fucking sadistisch. En dat vind ik wel humor hebben. De medic is eigenlijk officieel geen dokter, maar in dit spel wel. Want er zijn ook, zijn achtergrondverhaal is dus dat hij een dokter was geweest, maar nadat hij iemand skelet heeft, uit iemands lijf heeft gehaald, is hij zijn briefje kwijtgeraakt. En dan mag geen dokter meer zijn. Oh, fuck. We kunnen niet eens de spawn uitkomen voor we worden al gedood. Oh, shit. Kom maar op dan. Ah, weer op het hoofd. Zie, je zag gewoon mijn eigen lijf nog allemaal bloed eruit spuiten en zo. Fucking bruut. Dat vind ik ook wel leuk aan dit spel. Dat het niet als normale shooters is. Het is gewoon zieke, bloederige, smerige humor. Gewoon zwartgallige humor. En de melee-wapens zijn leuk. Dat zie je ook niet onder de games. Ja, wel melee-wapens. Ik bedoel, mashing in Call of Duty en Battlefield. Maar dat zie je in de meeste shooters toch wel niet. Hop. Nice. Haha, ik ga zelf dood. Help, ik wil niet dood. Ah, fuck. Doodgebrand. Zonde. Maar ik heb wel weer wat neergestoken bij mijn botzaag. Nou, een van mijn teammaat zegt dat het een nutteloos team is. Ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, even kijken hoeveel snipers hebben we. 2 snipers en 3 spies. Kom op. Dat is helemaal niks. Kijk, spies op zich zijn niet zo slecht. Ze zijn wel handig, maar 3 is toch wel een beetje heel erg veel. Dat is te veel van het goede. Auw. Nee, ik wil dit. Nee. Ah. Weer verloren. Alweer. Scramble teams. Voor mij wordt wel, want dan is het misschien een beetje goed verdeeld. Dit is wel een grappig, een Team Fortress 2. Je krijgt kratten. En in die kratten zitten waardevolle spullen. Maar je moet wel een sleutel kopen. Dat vind ik best wel gierig. Je moet wel een sleutel kopen van een euro of zo. Om een kist te openen. Dus eigenlijk is het best wel gierig van hun dat je gewoon dat moet kopen, zo'n sleutel. Niet, ik vind het jammer dat je het niet gewoon random vindt of zo. Oké, we gaan nu naar de map Sawmill. Dat is tussen de, dat is ook een King of the Hill map. En ja, we moeten weer het midden veroveren. En ik word weer medic, want medic is gewoon geniaal. En het is lekker punt scoren. En ik ben eigenlijk al gewoon gierig om een sleutel te kopen. Misschien als ik wat inkomsten ga krijgen uit YouTube, dan wil ik misschien wel afleveringen gaan doen dat ik kisten ga opsparen en dan ze allemaal openen met sleutels. Dat had ik bij een andere YouTuber ook gezien. En dat is wel grappig. Want ja, ik ga natuurlijk wel mijn YouTube inkomsten in hoe heet het zeker, in mijn kanaal. Om nog beter te maken. En we hebben weer 3 spies. Fuck. Dat zuigt. Ik haat het wanneer we zoveel spies hebben. En ik vind spies. Ik speel eigenlijk nooit een spy. Spies zijn. Ik vind het gewoon moeilijk spies zijn. Er is zelfs iemand doodgemaakt met mijn. Oh, een andere dokter. Ah, oh, ik wou hem afmaken. Fuck. Oh, kom op. Ik wil pijltjes schieten. Jij. Maar ja, ik vind spy spelen gewoon niet leuk. Oké. Maar moesten ze pakken volgens hem. Oh, waar de hel kom jij bij zo naam? Holy shit, scouts. Scouts, geen scouts. Oeh, ik had er hier ingestoken bij mijn bot, mes. Verbotzaag. Fucking bruut. En ik ga een nieuwe serie starten op mijn kanaal, namelijk Cube World. Cube World is een beetje een Minecraft-achtig spel, maar dat heeft ook heel wat roleplaying game-achtige elementen. En ik zag het een keer op YouTube en ik denk, oh, dat is best wel een leuk spel. Alleen het probleem is dat je via PayPal moet betalen. En ik heb dus net een PayPal-account gestart. En je moet dus 2 à 3 dagen wachten voordat je hem kan gebruiken. Ja, dat wist ik dus ook niet. Oh, what the fuck? Oh, raketwerper. Maar ik zat ook die spy te bewerken. Oh. Dus waarschijnlijk woensdag begin ik met een
Met Cubeworld. Dan heb ik hem waarschijnlijk wel. En woensdag is ook toevallig mijn verjaardag. Ja, ik word 17 op 7 augustus. Dus misschien ga ik nog wel special doen of zo. Ik weet niet. Oh. Kijk, eindelijk een goede team dit. Niet eentje die... we hebben al genoeg spices of in scouts zijn. Die maakt lekker kills, dat is goed. Oh, moet ik wel bij hem blijven, anders wordt hij opgeblazen. Neergeschoten ofzo. Blijf hier, pak ze. Pak die fucking spy, dan pak ik hem zelf wel. Yay, bloed. Bloed en ingewanden en zo. Son of Morning. Dat is een goede teammate. We hebben dus nu de capture point in handen en nu is het gewoon een kwestie van verdedigen. Kom op. Ah, ik wou die spy neersteken. Aww. Het is leuk om spies neer te steken. Oh, lag. Lag. Gelukkig is het niet zo heel erg lag. Pak ze. Kijk, ik heb dus nu een U-belading. Dat is... dat ik dan degene die ik dus heal, die krijgt super veel damage. En ik heb verspeeld dat hij dus geen kills gemaakt ermee. Jammer. Au. Ik werd geveld door een pijl. Ah, die gast was bijna dood. Hoe kan dat nou? Hij heeft echt gewoon maar een halve helft of zo. Ja, mijn soldier die ik had healen was, die klapt nog even door. Spice. Als mijn hele team Spice is. Nou, nu valt het wel mee met 3 Spice even gedoven. Oh shit! Voel mijn botzaag! Ideaal! Botzaag Massacre. I'd be Massacre hem met mijn boomzaal. Oh, jij hebt health nodig, ik zie het. Oh, die werd onthoofd, fucking ziek. Ik vind het altijd nog wel bloed, dit spel. Het is gewoon te bloederig en te gewelddadig, dit spel eigenlijk. Ja, dat is ook niet echt heel realistisch. Ik bedoel, je schiet de raket onder je voeten en je leeft. Ik zal dit echt niet proberen. Of een andere game zou ik niet trouwens. Vertrouw me, als je dit Battlefield probeert, gaat niet vliegen. Dokter! Nou, misschien wel van dokter, ik ben zelf dokter. Nou, geen medics hier. Geen teammates, ik ben zelf medic. Wee. 30 seconden en dan is de match voorbij. Dan hebben wij gewonnen, hoop ik. Je bent geen spy. Nope, goedgekeurd. Jij bent de medische, jij hebt de medische check overleefd. Nou, dat ziet er vast heel veel lept uit. Is dat een enemy? Nee. Jee, ik sta derde van mijn team. Niet verkeerd. Kijk maar, derde. Cow juice. Als medic. Zie je, ik kan lekker aardig punten bij elkaar sprokkelen voor medic. Oh, mijn batterij van mijn mobiel is bijna leeg, zie ik. Ik heb overigens een nieuwe mobiel. Een Samsung Galaxy. Wat was het ook weer? Ja, ik ben even de naam vergeten. Ik heb hem vandaag gehaald. En ik vind wel een lekker mobieltje. Ik had sinds een hele oude Nokia. Dus, dat is wel een hele verbetering. Maar ja, we zijn hier natuurlijk niet om te praten over mijn mobiel. We zijn hier voor Team Fortress 2 gameplay. Fuck deze sentry. En fuck deze... Oeh, nice. Veldspistool is leuk. Kijk, als medic ben kan ik ook gewoon lekker offensief bezig zijn. Ik kan gewoon mensen... Oh kijk, we hebben nu een andere medic. Nou, dan vind ik geen medic meer zijn. Ik vind 2 medics vind ik een beetje overdreven type. Het is wel handig, maar... Ja, wat wou ik eigenlijk zeggen? Ik weet het niet.
En ik heb weer last van lag. Ja. Ik ga even snel wisselen van klas. Voor mij hebben we geen heavy. Heavy is ook wel handig. Zo. Is nou het wisselen of heb... Ja, ik heb weer last van lag. Ah, shit. Weer last van lag. Oké, okay, 12-jarige jongens die elkaar lopen uit te schelden. Fantastisch. Dit is online gaming, mensen. Het is zo verrassend, is het ook weer niet. Het is gewoon in elke online shooter zitten wel van die 12-jarige rotjochies. Ah, nice. Double kill. Nee, geen double kill. Auw, what the fuck? Oh, nee, 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 nee. Ah, shit. Door die mini-sentries. Mini-sentries. Dat is net zo vervelend als spies. Wat was die gast aan het doen? Dude, what the hell are you talking about? Zie je het al, 12-jarig jochie? Oh shit. Kijk, iemand anders zegt ook dat het een 12-jarig jochie is. Je kan nooit misgaan met dus het. Als het irritant is, is het meestal 12-jarig. Geloof me, ik heb een zusje. Nee hoor. Deze gast is toch wel irritant. Kid, please, shut up. En die hadden zo geen als kop. Oh, wow. Fuck die heavy. Ik ben eens de heavy hier. Fuck, gebackstabbed. Oké, nu hebben we 2 heavies. Even kijken wat missen we. Oh, een demo. Demo mensen ook leuk. En hopelijk spannen we nog een keer ooit. Dankjewel. En ik ben nu demo man. Demo man is ook hartstikke gaaf. Vooral omdat ze gaaf melee wapens hebben. Zoals ik hier heb, gewoon tweehandig. Fucking groot tweehandig zwaard. En waar ik mensen kapot sla. Nou, afvraag ik eigenlijk op het hoofd. Ja, kom op, pak de sentry. Oeh, daar is critical hit. Oh, kut. Medic, 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 medic. Wee! Jij bent goed gekeurd. Oh mijn god, waarom haalt dat kind zijn kop niet? Wow, heeft niemand het nog gecaptured? Oh, fuck! Spies. Ik haat spies. Altijd irritant. Backstabbing bastards. Ze zijn nog best wel overpowered ook. Ugh, waarom had dat Joch zijn kook niet? Kid, please. Doe ons al een favor en shut the fuck up. Iemand zei hier, dank je. Hij is met me eens. Ik vraag me af hoe je iemand mute. Dat weet ik dus eigenlijk niet. Kijk, minder mensen zijn met me eens dat het jochie zijn mond moet houden. Oh, fucking spy. Ontmoet mijn zwaard. Oh. Oh, dat was een heavy die mij overhoop schoot. Heavies. Grote dikzakken. Nee, ja, heavies zijn niet irritant. Zijn gewoon goed. Hoe mute je iemand? Als ik het wist, had ik het gedaan. Nou ja. Is dat spy? Dat is een spy.
Nog eentje. Oh, ik had hem bijna. Oh. Dat was mijn alarm van mijn nieuwe mobiel. Ik wist niet dat die zo hard stond. Nou ja, dit is deze Team Fortress aflevering van Couch's Gameplay. Bedankt voor het kijken. En laat een duimpje en een reactie achter. En abonneer natuurlijk op Couch's Gameplay. Nou ja.